Bibionet introduceert het elektronisch prikbord. Kosten nog moeite werden gespaard om deze informatieverstrekking zo in goede banen te leiden. Thans werd gevonden. Het verstrekken van informatie per prikbord werkte verdraaid goed in bibliotheken. Met aankondigingen, pamfletten en onderzoeksschrijfwaar verspreidde informatie zich spoedig. Een idee was geboren. Verhip, een elektronisch prikbord. Passende moderne tijden. Wanneer je wilt weten wat er gebeurt in je buurt, zowel regionaal als lokaal, kijk je op cultuurinjebuurt.nl, de informatiebron op het gebied van cultuur, dans, theater. Je vindt hier de cultuurloketten in de provincie Groningen. Klik op een gemeente in het kaartje om te zien wat er te doen is. Je bent zo in staat op maat te zoeken naar nieuws en activiteiten in jouw buurt. Elke organisatie of stichting die zich bezighoudt op sociaal-cultureel gebied, kan haar activiteiten op de site zetten. Cultuurinjebuurt.nl biedt één punt voor alle gemeentelijke activiteiten en nieuws. Bezoekers kunnen op maat vinden wat zij zoeken. Zo zijn ze altijd op de hoogte. De cultuurloketten zijn een initiatief van de plaatselijke bibliotheken in samenwerking met de deelnemende gemeenten.